beste politicus. Ja, welke politicus wint terrein op social media door zichtbaarheid, interactie en creativiteit? Wie volgt Jesse Klaver en Klaas Dijkhoff op? Dit zijn de genomineerden. Rob Jetten van D66, Hapta Moederhoop van PvdA, Pieter Omtzigt van het CDA, Sylvana Simons van Bijeen, Dylan Yesilgus Segerius van VVD en Kautar Bouchalikt van GroenLinks. Rob gebruikt zijn Instagram-profiel voor activisme en spreekt zich vaak uit over homohaat. Hij wil zijn volgers graag wat bijbrengen, maar laat zich ook graag educaten. Rob werd ook ineens een viral met hashtag ressen op TikTok en wist daar perfect mee om te gaan. Haptamoe geeft zijn volgers zowel een inhoudelijk kijkje als een blik op zijn persoonlijke leven. De jongste parlementariër heeft een bijzonder verhaal en zijn maiden speech ging viral van links tot rechts. Ingewikkelde zaken, kritisch en behapbaar uitleggen op Twitter? Pieter kan het. Hij durft zowel tegengas te geven als open te zijn over zijn gemoedstoestand. Na de hele ophef rondom functie elders toonde hij ook op social media veel karakter. Sylvana weet hoe ze actief en doeltreffend social campagne moet voeren. Op Twitter doet ze dat met haar altijd vurige tweets en op Instagram deelt ze inspirerende politieke posts waar ze social punten mee scoort. Dylan snapt precies wat er speelt op social media en weet alle nieuwe functies te vinden. IGTV, stickers, stories en de voice-functie. Die laatste gebruikte ze bijvoorbeeld om even te laten horen hoe je haar achternaam nou echt uitspreekt. Kautar tweet sterke draadjes over politiek die telkens aanslaan. Maar ook de Instagame speelt ze goed. Ze staat sterk in haar veelbesproken schoenen en toen de broek van Kautar viral ging, reageerde ze hier ook perfect op. Yes, en daar zijn ze hoor. Welkom, genomineerde politici. Goedenavond. Goedenavond, even een smiling waveje. Ja, dat zijn jullie ondertussen wel gewend, denk ik, hè, dat videobel. En Kautar, jij ging dus viral met een broek die je aan had. Kunnen we meer fashion statements van jou verwachten, denk je? Nou ja, ik had even een keer geen zin in iets heel straks en heel ongemakkelijks. Maar dat is blijkbaar meteen een politiek statement. Maar heel tof hoe mensen het hebben opgepakt en heel veel support hebben getoond. Dus dank daarvoor. Ah, cool. Nou, ik kijk uit naar je volgende kledingstuk, moet ik zeggen. Oké, jongens, ik ga jullie niet langer in spanning houden. We gaan kijken naar de uitslag. Want wie wordt het? Kom maar door met die balkjes. Beste politicus 2021. Gaat hij naar Pieter? Gaat hij naar Dylan? Gaat hij naar Haptamoe? Gaat hij naar Sylvana? Is hij voor Kautar? Of gaat hij naar Rob? De balkjes lopen. Ze gaan nog aardig gelijk op, moet ik zeggen. Oh, Haptamoe ligt uit. Oh mijn god, wat gebeurt hier daar? Het is Rob! Rob Jetten van D66. Jazeker! Gefeliciteerd, Rob. Dankjewel. Beste politicus 2021. Wie is voor jou? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik bij de slimste mens zat, door de stress, wist ik even niet meer bij welke politieke partij je zat. Maar na vanavond ga ik sowieso niet meer vergeten wie jij bent. Dat weet ik zeker. Dankjewel, dankjewel. En ik ga denk ik vanavond vieren met mijn TikTok-vriend Jesse. Want ik denk dat de hashtag Jesse zeker heeft geholpen. Maar ik wil ook zeggen, veel credits voor Jordi, Hester en Danielle, die mij ontzettend goed helpen bij de social media. En dat doen Kautar en Haptamoe volgens mij ook. Wij vinden het heel belangrijk om vooral toegankelijk te zijn voor jongeren. Dat doen we zelf, maar dat doen we ook vaak met hulp van heel veel mensen die ons daarbij helpen. Ah, thanks. Mooi, mooi woorden. Is er nog iets wat je kwijt wil aan de wereld, de mensen? Wat wil je ze meegeven? Ja, is ressen real? We zullen het nooit weten. Heerlijk. Thanks, Rob. Gefeliciteerd. Heel leuk. Oh, er is trouwens nog iemand die jou eventjes wil feliciteren. Ja, joh. Blijf even hangen. Gefeliciteerd, collega. Mijn opvolger ben je. Kijk, dit is je van vorig jaar. En je leven verandert totaal. Het is het hoogtepunt van je politieke carrière. Ik zou zeggen, doe als ik, kap ermee. En have a nice life. Mocht je dat advies toch in de wind slaan, dan geniet gewoon van je prijs. En heel veel succes met je harde werk in de Kamer. Super. Heerlijk, heerlijke woorden toch? Ja, nu denk jij, we zijn er, ze gaat door. Nee, we hebben nog iets voor je. Hey Rob, van harte gefeliciteerd met deze fantastische prijs. Het is altijd een grote eer om hem te mogen winnen. Ik heb het zelf mogen ervaren en ik vind het meer dan terecht dat hij dit jaar naar jou toe gaat. Jij weet, eigenlijk weet de hele wereld inmiddels, dat we politieke besties zijn. En ik vind dat ja, politieke besties, en eigenlijk alle besties, die moeten ook, ja, die hebben toch ook ja, dezelfde stilo. En het is toch fijn als je er een beetje hetzelfde bij kan lopen. En daarom heb ik een cadeautje, omdat je hebt gewonnen. Twinning is winning. En daarom komt dit mooie trainingspak naar jou toe. Van
Hartelijk gefeliciteerd. Ben je er blij mee? Ben je er blij mee? Ontzettend. Prachtig. Ah, ik vind jullie leuk. Gefeliciteerd en fijne avond.